wel zeggen, ik word wel even kippenvel. In het begin zo'n sfeer. Ik heb zo in het verleden wat dingen gezegd, maar het was wel echt vet. Het was echt zo, ik kreeg echt rustig om te spelen. Dus dat was wel, ik hoop dat elke tijd mijn show is. Er zijn zaken te doen vandaag voor of Club Brugge of Antwerp een overwinning. Katapulteert en toch weer wat dichter in de buurt van Union. En daar is Sek en die komt. Oh, wie nog even kijkt als hij komt. En Vrij scoort. Dat is de zon van de zon, ja. Ik wil die pakken en de man bal op de lucht in van mijn buurt. Ik dacht, jij pakt hem zo even. Nee, ik zie de bal gewoon niet. Jij zag hem gewoon niet. Weer Buchan met de schoffels. Goeie beweging. En mooi doelpunt! Daar is Otoy! Heerlijk doelpunt van de Club Brugge. Je ratslag, van waar komt dat? Ah ja, dus ik heb nog een paar dingen in petto hoor. Maar ik score niet zo vaak, dus verwacht niet te veel. Buchan, een schietkans. Het is een penalty. Ja, tegen de Arnhem. Hans van Aken voor zijn eerste strafschop van het seizoen in de competitie. Van Aken voor 2-1. Gewoon rechtdoor. En Club Brugge gaat met een voorsprong de rust in. Ik vind dat Dennis zo oud. Goeie bal van Lang voor Buchanan. Twee mensen voor de goal. Das war ein bisschen schwieriger, ja. Nee, wichtig, dass wir gewonnen haben. Ja, het is toch al Club van de klok slaan. Skov Olsen. Mooi! Oh, heerlijke goal! I think first time, this was my first shot with my left foot, maybe. And it was a goal. So I need to shoot more with my left. Laurens Visser maakt een einde aan dit duel. Een sprekende 4-1 overwinning top voor Club Brugge. Not bad, hè? The comeback of the supporters. 3 massive points. Lachen. Hè? Lachen. En je togen, alles. We zijn er nog niet, hè? Mooie stap, mooie stap. 3 points. Pas de clean sheet, maar 3 points importants contre Antwerp. C'est bon.